Hoofdstuk 22, het slot van het boek Openbaring. Het paradijs hersteld, of de tijden van de wederoprichting aller dingen, zoals we dat lezen in Handelingen 3 vers 21, waar Petrus naar verwijst. Want hij zei, hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Als inleiding op hoofdstuk 22. Hoofdstuk 22 is een directe voortzetting van hoofdstuk 21. Hierin zullen wij nog meer van het nieuwe Jeruzalem te zien krijgen en van de heerlijke oneindige eeuwen die gaan volgen. We zien nu hier dat de mens 6000 jaar geleden uit het paradijs werd verbannen in Genesis 3 vers 23 en 24. Wij lezen, toen zond de Heere God hem weg uit het hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was en hij verdreef de mens en hij stelde ten oosten van het hof van Eden serubs met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wenden om de weg tot de boom des levens te bewaken. Het loon van de zonde is de dood, Romeinen 6 vers 23. De mens heeft gezondigd en is de dood schuldig, waarvan ziekten, smart, haat, zelfzucht, vrees maar een klein zusje is. Kunt u zichzelf voorstellen hoe verschrikkelijk het voor een mens is als hij eeuwig met de afstammelingen van Satan in zijn lichaam moet blijven leven? Kunt u zich een denkbeeld vormen hoe vreselijk het voor een mens is om in een lichaam die doordrenkt is met kanker, maar niet kan sterven, omdat hij nog steeds geen toegang heeft tot de boom des levens? Nee, voor zijn eigen bestwil moest de mens uit het paradijs verdreven worden, zodat de dood de uiteindelijke verlossing kon brengen aan een lichaam die volgens de zondeval de vonk van het eeuwig leven verloren heeft. In de volheid van de tijd is God zelf vlees geworden in de persoon van Jezus de Christus. Door de bevruchting van Maria door de Heilige Geest, het is de Schepper, de Almachtige God, die zichzelf met de mens verbindt. Hij heeft een zondeloos leven geleid, de straf voor de zonden op het kruis gedragen, de dood is ingegaan en is na de derde dag weer opgestaan. Op deze wijze heeft hij de dood en de zonden overwonnen en het voor het mens opnieuw mogelijk gemaakt om het eeuwig leven te beërven. En dit herstel van de mens heeft het tevens voor hem mogelijk gemaakt om weer op zijn tijd naar het paradijs en de boom van het leven terug te keren. Al de sporen van de zonden zijn nu uitgewist. Zelfs de leeuw eet stro zoals een os, en de wolf en het lam weiden samen. Geen menselijk oog kan zo'n heerlijk vooruitzicht beschrijven. 1 Korinthe 2 vers 9. Maar gelijk geschreven staat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in een mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor diegenen die hem lief hebben. Alleen op deze wijze, door het paradijs dat verloren was te herwinnen, kon de Heere Jezus zichzelf rechtvaardigen dat hij ooit de mens geschapen heeft. De burgers van dit nieuwe land zullen mannen en vrouwen zijn die tweemaal geboren zijn, de natuurlijke geboorte en de wedergeboorte. Zij zullen weten wat de liefde van God betekent. Dan pas zullen de verlosten de liefde van God kunnen beseffen en wat hem ertoe heeft gebracht om Jezus Christus aan het kruis te laten sterven om hem te verlossen. Engelen zullen dit nooit begrijpen. Daarom is de wederoprichting nodig om de mens op een hoger plan te stellen dan de engelen.
De mens zal de enigste zijn die letterlijk een bloedeigen kind van God is, in de juiste betekenis. De engelen zijn maar geschapen wezens tot dienst, heerlijke wezens, maar let op, niet uit God geboren. Misschien zal ik u hier op aarde nooit ontmoeten, maar deze woorden zijn getrouw en waarachtig, zegt Openbaring 22 vers 6. Zal u nu uw leven niet onvoorwaardelijk overgeven aan de Heer Jezus Christus en zodoende gekwalificeerd worden om weer het paradijs binnen te gaan? Mogen de Heer dan door zijn genade ons bewaren totdat wij elkaar zullen ontmoeten op de oevers van de rivieren van de wateren van het leven. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God van het Lam. Openbaring 22 vers 1. Om God daar te prijzen. Want nogmaals, al zo lief heeft God de wereld gehad, dus zijn eigen wereld die hij gemaakt heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. Is dit geen geweldig vers om God echt te bedanken voor de grootheid en de diepte daarvan? Indien u nu deze woorden hoort en de Heer Jezus nog niet als uw persoonlijke zaligmaker gevonden heeft, lees dan de volgende teksten binnen door en doe wat daarin gezegd wordt. Zoals in 1 Johannes 12, hoofdstuk 3, vers 3, 5, vers 16, vers 18 en 36. En er zijn nog zoveel mooie teksten te vinden waarin we worden uitgenodigd om ons hart aan Jezus te geven. Het gebed van mijn hart is dat onze hemelse Vader deze studie zal gebruiken om zeer velen te leiden tot het ontvangen van de gave van het eeuwig leven en de toegang tot het nieuwe Jeruzalem. Aan het einde van de weg. Openbaring 21 vers 5. En hij die op de troon gezeten is, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide: schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Dwars door de eeuwen heen heeft de mens gezocht en verlangd en voorgestrompeld, gegrepen, gehunkerd, gedroomd en gesparteld naar wat? Waar naartoe? Waarom? Wat was het toch wat aan hem ontbrak? Ik zal het u zeggen. Veiligheid, rust, een eeuwig leven. Dit was de basis in de tuin van Eden die de mens verloren heeft. De geest van de mens kan nooit tevreden gesteld worden voordat dit opnieuw hersteld is. God heeft de mens voor zichzelf gemaakt en zeker niet voor de duivel. De mens is gemaakt om de liefde van het vaderhart van God te bevredigen. Het hart van de mens is basis gevormd door de geest van God en met deze geest gevuld zijn. Alleenlijk de Heilige Geest kan zich volledig in ons, het leven van een mens, inpassen. En dit totaal bevredigen. Buiten dit is er geen geluk en vrede te vinden. Hier is het waar allen naar op zoek zijn. Sommigen op de dansvloer, anderen in de kroeg, sommigen in avontuur, anderen in muziek, anderen weer in geleerdheid en zo verder en verder. Het hart zoekt naar een vonk. Sommigen, vooral de jeugd, noemt dit een trial. Maar lieve ziel, weet u waar u werkelijk naar op zoek bent? U zoekt naar uw eerst geboorterecht die u in de tuin van Eden verloren heeft. U zoekt naar het eeuwig leven. Het was aan Abraham geopenbaard waar dit gevonden kon worden. De Heer Jezus heeft gezegd in Hebreeën 11 vers 10, want hij, Abraham, verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. En dit is dus
naar deze heilige stad waar de Bijbel ons vanaf Genesis geleid heeft tot bij Openbaring. En nu zijn we aan zijn poorten gekomen. Het eeuwig leven, liefde, blijdschap, vrede, gerechtigheid. En deze dingen is en zijn de basis. Dit is de vaste rots onder onze voeten. Dit was aan Abraham en aan zijn zaad opgedragen om die weg naar deze stad te wijzen. Dit eerstgeboorterecht is naar Jacob Israël overgedragen en met dit werk is Israël nog steeds bezig om te doen. Daarom is Israël nog steeds de bruid ook aan het einde van het boek Openbaring en dit zal blijven tot aan het einde van het millennium of het duizendjarig vrederijk. U moet dit vaste feit nooit uit het oog verliezen. En als u nu tegen deze tijd begint in te zien dat de blanke westerse protestantse natieën bezig zijn om deze taak uit te dragen door het evangelie van het koninkrijk te verkondigen, dan zult u ook begrijpen en u tot diepe ootmoed stemmen en u drijven tot God voor hulp en kracht om de vervulling van zo'n heerlijke en heilige roeping. Op dit ogenblik in de tijd tijdens dit luisteren zijn wij aan het einde van de weg gekomen. De Heer Jezus heeft gezegd, zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet, geschieden, weten dat het Koninkrijk Gods nabij is. Lucas 21 vers 31. Door de dikke, zware, zwarte wolken van dreigende oordeel kunnen we de gloed zien van de schitterende stralenmuren van het nieuwe Jeruzalem. Met mijn geloofsoor kan ik het machtige refrein horen van het engelenkoor, terwijl zij de halleluja zingen om de koning te begeleiden. Ja, werkelijk, zij zullen spoedig aan de poorten van parelen en muren van edelstenen zijn aangeland, de muren van kristal genoemd, heil, en de parelenpoorten worden lof. O, wat zal dit een heerlijke thuiskomst voor de verloste zijn. O, dan vraag ik u, zal u daar ook zijn? Kom, laten wij nu een beetje naderbij komen om er binnen te gaan kijken. Wij zullen geen indringers zijn wanneer wij dat doen. Want het boek Openbaring is juist aan ons gegeven met dit doel om deze dingen aan ons te openbaren. De Heer wil hebben dat wij een voorafschaduwing krijgen, zodat ons geloof versterkt kan worden. Onthoud, zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. In deze reeks is het boek Openbaring voor u geopend. En dit gezicht begon zich te vervullen in het jaar 96 na Christus, toen aan Johannes op het eiland Patmos het inzicht werd gegeven. Wij zijn nu in de periode van het blazen van de zevende bazuin en het uitgieten van de zeven schalen. Zie hier nogmaals voor Openbaring 15 en 16. Wij leven nu in de tijd wanneer de ene natie naar de andere krachtige megaton kernbommen in de lucht laat ontploffen ter voorbereiding voor het in brand steken van de gehele wereld voor wereldoorlog nummer 3, die uitloopt op Armageddon. Waarom dus deze ontploffingen? Om hun techniek te vervolmaken wanneer zij dit zullen loslaten op de steden van deze wereld. Wanneer zij verkruimeld zijn, dan zal het nieuwe Jeruzalem met haar onwankelbare fundament haar plaats innemen. Loof de Heere, ja, kom Heere Jezus, kom. Wanneer wij kijken hoe onomkomelijk het probleem van dit wereldstelsel is, hoe vastgelopen en verstrikt zij geraakt zijn in het economisch stelsel, ons bevolkingsprobleem, onze steden zijn met recht oerwouden van beton geworden met de toenemende geweld en misdaad.
dan voelt ons instinct aan dat er naar een oplossing gezocht moet worden. De vernietiging tot op de grond zal moeten gebeuren, en dat staat ook te gebeuren, voordat het nieuwe Jeruzalem komt. Weer wil ik u wijzen op onze brochure het boek Joël, zijn profetische boodschap en de grote verdrukking. Want maak u klaar om uw God te ontmoeten. Het nieuwe paradijs en zijn rivier en het water zijn van leven. In Openbaringen 22 vers 1 tot 7. Maar we gaan beginnen in vers 1 en 2. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringend uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. Hier krijgen wij het eerste blik op het herstelde paradijs. In de woorden die daar zo prachtig worden beschreven. In Genesis 2 vers 9 lezen we immers: ook deed God de Heere allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten, en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Alles zal hersteld worden, maar vergeet nooit tegen welke prijs. Het Lam van God die de zonde van de wereld wegneemt is nog steeds het middelpunt van alles. Daarom stroomt de rivier van het water van het leven als een uitstromende vanuit de troon van God en van het Lam. Het is voor dit herstel van alles wat leeft door de eeuwen heen en verwacht door de mensen, de dieren en de vogels, de vissen en de planten. Paulus beschrijft dat zo prachtig in Romeinen 8 vers 17 tot 21. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan haar vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daar onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want, zegt hij in vers 29, want wie hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd, let op, tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij, Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Zie ook Handelingen 3, vers 19, 21, Filippenzen 3, 20, 21, Colossenzen 1, 15 tot 23. Daar zal niet alleen een fysieke perfectie zijn, maar ook een geestelijke volmaaktheid, verheven boven de macht van elke verzoeking. Daar wacht een hemels vooruitzicht dat wij door hem veranderd en verheerlijkt gaan worden. Ons lichaam en zielen zijn Christus duur gekocht eigendom. Zo staat het in Efeze 1 vers 14. God heeft Adam geschapen om beide, let op, lichamelijk en geestelijk volmaakt te zijn. En in deze staat zal de tweede Adam ons weer terugbrengen en herstellen. Dat schrijft Johannes zo mooi in zijn kleine brieven, 1 Johannes 3 vers 2 en 3. Let op, geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn.
Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, reinigen zichzelf gelijk hij rein is. In vers 14 en in hoofdstuk 2 vers 7 zien we wie er recht van toegang heeft tot de boom des levens. Diegenen die deel zullen hebben aan de eerste opstanding zullen in de stad zijn en zullen toegang hebben tot de vruchten van de boom des levens. Zij die gedurende het millennium, als ook zij die opgenomen zijn, zal geen sterfelijkheid bezitten en al alle zullen van de bladeren van de boom van het leven kunnen eten. Dus een duidelijk onderscheid. Daarom is het belangrijk om deel te hebben aan de eerste opstanding. Deze bladeren zullen dienen om beide lichamelijk en geestelijk gezond te houden, totdat zij een natuurlijke dood sterven en dan in het stof der aarde bewaard zullen worden. Hun lichamen zullen bewaard worden tot de algemene opstanding aan het einde van het millennium, waar diegenen die gered zijn dan hun onsterfelijkheid zullen ontvangen en die niet gered zijn smaad en eeuwige straf te wachten staat. Johannes 5 vers 8. Verwondert u erover niet, want de uren komt dat alle die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 vers 24 tot 28 en in vers 51 en 57 het volgende. Daarna zal het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en alle kracht onttroond zal hebben, want hij zal als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt is de dood, want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de zoon zichzelf aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit stoffelijke, dit sterfelijke, moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden wat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonden is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. We gaan verder. Vers 3. En niets vervloekt zal er meer zijn, en de troon van God en het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen hem vereren. Dank God, daar zal geen enkele vervloeking meer zijn. Toen Adam viel, is de wereld met hem gevallen. Hij was het federale hoofd van de gehele aarde en alles wat daarop is, de plant, insecten, vogels, dieren, alles, was aan hem onderworpen. Zo leert ons Genesis 1 vers 26 tot 28. Het moet voor Adam een zeer droevige dag geweest zijn toen hij voor de eerste keer na de zondeval het gebrul van de leeuw in de nacht hoorde. Want tot aan die dag at de leeuw gewoon gras. Maar plotseling was hij veranderd in een roofdier die dood en verderf en alles verscheurde. En hij hoorde het gekerm van een bokje die verscheurd wordt.
De hijgende adem van het vastgevangen slachtoffer. Dit moet voor Adam hartverscheurend geweest zijn. Wat moet er in zijn ziel zijn omgegaan toen hij voor de eerste keer een dood lichaam tegenkwam en die eerste distels en dorens heeft zien opgroeien? O, onze hemelse Vader heeft zo'n prachtige woonplaats, de aarde, voor zijn kind en kinderen, de mens, gemaakt. Het was de ongehoorzaamheid die het bevlekt heeft, maar de liefde en offerprijs van Jezus Christus van Nazareth heeft dit hersteld. Het was de kruisdood die voor de Jood een struikelblok en voor de Griek een dwaasheid, maar het is een brug geworden voor alle die tot inkeer komen en willen geloven. Zij kunnen overstappen, want in de nieuwe wereld, want Jezus heeft gezegd, want Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardige, opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. Zo spreekt Petrus in zijn brief in 1 Petrus 3 vers 18. Vers 4. En ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam op hun voorhoofden zijn. David zegt, maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Prachtig, kan hij dat onder woorden brengen. Psalm 17, vers 15. Job zegt, maar ik weet, mijn losse leeft, en ten laatste zal hij op het stof optreden, nadat mijn huid al dus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde, mijn nieren in mijn binnenste versmachten van verlangen. Job 19, vers 25 tot 27. Johannes zegt, geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En Johannes 3, vers 2. Met andere woorden, de gevallen mens, beschadigd en verdorven door de zonde, zal weer hersteld worden tot de volmaakte gestalte van God, zoals die gezien wordt in het aangezicht van Jezus Christus. Vers 5. En er zal geen nacht meer zijn, en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van noden, want de Heere God zal hen verlichten, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden. Is dit niet heerlijk? Dit zegt niet dat er geen zon meer zal zijn, maar er zal geen enkele behoefte meer aan zijn. Want in Genesis 1 vers 26 tot 28 hebben wij gezien dat God de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis gemaakt heeft. En dat hij hem heerschappij over de vissen en de zee en de vogels van de hemel en de vee, over de hele aardoppervlak en alles wat kruipt, gegeven heeft. In het herstelde paradijs worden deze dingen aan de mens teruggegeven. En hij zal opnieuw als koning heersen, Gods zoon en onderkoning zijn op aarde. Loof de Heer, Satan heeft niet getriomfeerd, maar God was ons genadig en heeft ons tegen een dure prijs hersteld. Dit is het verhaal van de verlossingsplan van God. Dit is ook het goede nieuws. Dit is het evangelie. Geachte luisteraar, kom tot inkeer. Wijd uw leven aan hem en aan zijn zaak. En help om dit evangelie aan ons volk over te dragen. Terwijl er nu nog tijd voor is. Vers 6. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. Deze zaak is zeer dringend. In hoofdstuk 11 hebben wij gezien aan wie deze boodschap gericht is. Wij hebben aangetoond dat deze gemeente der 10 stammen van Israël waren, die buiten Palestina in de verstrooiing waren.
Het was niet aan de Joden in Palestina of elders gericht, want zij hebben het evangelie verworpen. En ze doen dat vandaag nog steeds. De Heer Jezus heeft toen de tijd gezegd, daarom ik zeg u dat het koninkrijk van Gods van u zal worden weggenomen en het zal gegeven worden, let op, aan een volk, etnos, dus geen kerk, dat de vruchten daarvan opbrengt. Matthäus 24, vers 43. Psalm 118, vers 22 en 23 zegt ons, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Wij, de westerse protestante natie, zijn de moderne afstammelingen van de zogenaamde verloren stammen van Israël. Wij zijn de mensen aan wie het koninkrijk van God is toevertrouwd. Het is onze verantwoordelijkheid om dit te verkondigen. En daar zijn wij nu mee bezig in de afgelopen paar eeuwen en zonder het ons bewust te zijn wie we werkelijk zijn. En dat wij de dringende betekenis van de woorden van onze Heer Jezus zullen beseffen. Het daglicht waarin wij nu nog kunnen werken is bijna voorbij. De nacht is aanstaande waarin niemand nog werken kan. Vers 7. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetieën van dit boek bewaart. Het is niet nodig om op dit vers commentaar te geven. Lees het opnieuw en rustig door. Wat over vers 6 gezegd is, geldt ook voor vers 7. Wat een heerlijk ogenblik zal het zijn, wanneer men bezig zal zijn met zijn opdracht uit te voeren, wanneer de Heere komt om hen op te halen. Mogen de Heere uw geachte luisteraar bezig vinden, of het nu is door de dood of bij zijn wederkomst. De laatste boodschap van de Bijbel. Vers 8 tot 11. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. Toen ik ze gehoord en gezien had, wierp mij neder voor de voeten van de engel die ze mij toonden om te aanbidden. Maar hij zeide mij, doe dat niet, ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen de profeten en van hen die de woorden van uw boek bewaren. Aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden van de profetie van het boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijzen nog meer rechtvaardigheid. En wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. We lezen ook Daniël 12 vers 10. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. En geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. God zal niemand dwingen. De poorten staan nu open voor een ieder die wil. Lees opnieuw Johannes 3 vers 16. Voor de gelovigen is daar geen vlammend zwaard die de boom des levens bewaakt. Lees Timotheus 3, vooral vers 13. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen. Zij verleiden en worden verleid. Als een mens in zijn hart de stem van God tegenstaat, zal hij uiteindelijk verstrikt raken in het net wat hij voor zichzelf heeft gespannen. Dit is nog steeds een natuurwet die door de schepper zelf is gemaakt, dat elk levend wezen voorbrengt volgens zijn eigen soort. Indien ik zondig, en zonde is de verbreking van Gods wetten, staat in 1 Johannes 3 vers 4, dan zal het de volgende keer gemakkelijker zijn om opnieuw te zondigen. Daarom leef heilig. Maar als ik overwin en niet aan de verzoeking toegeef, dan zal het niet gemakkelijk zijn om de volgende keer te zondigen. Hoe onuitsprekelijk, hoe verschrikkelijk moet het zijn om in de zonde te sterven, en hoe onuitsprekelijk zalig moet het zijn om in Christus te sterven. Als nu in Johannes' dagen de tijd zo nabij was volgens vers 10,
En dit is een chronologische vervulling van deze profetie, die in 96 na Christus in aanvang nam. Hoeveel te meer is het reeds nu het geval. Mogen de Heere geven dat wij altijd gereed zullen zijn en onder hen bevonden worden die de profetieën van dit boek eerbiedigen. Vers 12. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is met mij, om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Lees ook Jesaja 40 vers 10, Jeremia 17 vers 10. Het feit van de persoonlijke wederkomst van de Heer Jezus in zijn opstandingslichaam op weg naar de aarde is een van de hoofdthema's van de Bijbel. Lees opnieuw ons commentaar in hoofdstuk 1 vers 17. Hij komt spoedig weer. Wij zijn het geslacht die het voorrecht hebben om dit werkelijk te mogen meemaken. Deze geweldige, heerlijke belevenis. De huidige bedeling loopt ten einde om plaats te maken voor een nieuwe. Tegen deze tijd zal het aan ons allen bekend zijn wat aan deze geweldige gebeurtenis voorafgaat, aan de wederkomst van Israëls koning. Zie en lees onze brochure De Wederkomst van Christus. Wanneer hij terugkeert, dan brengt hij zijn loon mee, het eeuwig leven. En dit is een gave van God, schrijft Paulus in Romeinen 6 vers 23. Deze kan niet verdiend worden. God is niemand schuldenaar. Hij zal zelfs de beker koud water, die ik in de naam van een discipel gegeven heb, belonen, zegt Jezus in Matteüs 10 vers 42. Paulus bemoedigt ons in Galaten 6 vers 9. Laten wij niet moede worden goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Vers 13. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Lees in dit verband ook Jesaja 44 vers 6, 48 vers 12. Want hier wordt de godheid van de Heer Jezus zeer duidelijk bewezen. Maar we hebben het al in veel andere studies behandeld. Lees dan opnieuw ons commentaar op vers 8 van hoofdstuk 1. Vers 14. Zalig zij die hun gewaden gewassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Hier zien wij de strenge immigratiewetten van het nieuwe Jeruzalem. Vergelijk ook Openbaring 21 vers 27. Lees ook Genesis 2 vers 16 tot 17, hoofdstuk 3 vers 6 tot 7. Wanneer wij het boek Genesis met het boek Openbaring vergelijken, dan is dat zeer gezegend om te zien dat de veel behoeften van de mens bij de bron van alles wordt bevredigd. Bij de wortel, namelijk gehoorzaamheid aan de geboden van God. In Genesis is de mens verdreven van de boom des levens, juist omdat hij ongehoorzaam was. En in Openbaring 22 wordt de mens weer toegang verleend tot de boom des levens als gevolg van gehoorzaamheid. Maar dit is alleen mogelijk geworden omdat God in Christus aan ons de kracht geeft om gehoorzaam te worden door wedergeboorte. En hij heeft voor ons de wet vervuld. Lees daarom 2 Korinthe 5 vers 21. Door zijn volkomen gehoorzaamheid, zelfs tot de dood van het kruis, is hij gerechtigheid geworden voor hen die in hem geloven. Hebreeën 10 vers 7 leert ons, toen zeide hij, zie, hier ben ik, in de boekenrol staat van mij geschreven, om uw wil, o God, te doen. Hebreeën 8 vers 10, want dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israëls, de 10 stammen, na die dagen spreekt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal die in hun harten schrijven en ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Hier vindt u de onvoorwaardelijke beloften aan het huis van Israël, dus de letterlijke afstammelingen van Jacob, die vervuld zou worden. Goed opgemerkt moet worden
dat alle die tot God willen komen door Jezus Christus de toegang zal krijgen tot de boom des levens. En daarom zal er een bekeerd Israël onder het nieuwe verbond zeer aanwezig zijn. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk, volgens Romeinen 11 vers 29 vers 15. Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en een ieder die de leugen lief heeft en doet. Lees in dit verband ook met vers 15 van Matteüs 13, vers 24 tot 30, 36 tot 43, nogmaals aandachtig door om het in zijn verband te krijgen. We lezen ze. Nog een gelijkenis hield hij hun voor en hij zeide: het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden hen: Heer, heb gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beiden samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: haal eerst het onkruid bijeen, bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng het koren bijeen in mijn schuur. Toen liet hij de scharen gaan en hij ging naar huis. En zijn discipelen kwamen en bij hem en zeiden: maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide: en ik hoop dat u er heel goed naar wil luisteren. Die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding der wereld. De maaiers zijn de engelen. En zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt, en hen die de ongerechtigheid bedrijven, en ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk huns vaders. Wie oren heeft, die horen. Hier hoeven wij geen verder commentaar op te geven, want het is zeer duidelijk. De ernstige en plechtige waarschuwing is dat er geen vergiffenis zonder berouw bestaat. Er staan in deze woorden: ze zijn waarachtig en betrouwbaar, zoals in vers 6 en 11 staat. De honden zijn diegenen die in vers 11 beschreven worden, die vuil zijn. Die spraakgebruik komt uit het oosten voor als term om iemand te beschrijven die uiterst laag en gemeen is. De moslims noemen ons namelijk ook honden. Christenen, let op uw zaak. Vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden dit te betuigen voor de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Die gemeenten aan wie deze boodschappen zijn gezonden worden hier van hun betrouwbaarheid verzekerd door onze Heer Jezus zelf. Hij verklaart zichzelf als de wortel en nazaad van David. Hij is beiden, voor en na David, zijn voorzaad en nazaad. Dit is een groot geheim, eigenlijk een verborgen mysterie. Overpeins dit goed. Dit is ook een van de verschillende redenen waarom het ware Israël en de Heer Jezus zo intiem met elkaar verbonden zijn in het verlossingsplan van God. Daarom zal de Heer Jezus in het millennium op de troon van zijn vader David plaatsnemen om te regeren over het huis van Jacob. O, lees weer
dat prachtige gedeelte in Lucas 1, vers 31 tot 33, die door theologen nog steeds niet wordt onderkend. Want daar staat dat hij zal regeren tot in alle eeuwigheden. Alleen op deze wijze zal Israël dan haar taak volvoeren om Gods aards vernoot en instrument te zijn om de gehele schepping te leiden naar een paradijs. Voor nog veel meer glorie dan als de eerste. Vers 17. En de geest en de bruid zeggen kom, en wie het hoort zeggen kom, en wie dorst heeft komen, en wie wil nemen het water des levens om niet. Hier zien we de Heilige Geest aan het werk in en door de bruid, om een roepstem te doen uitgaan aan alle die willen en die dorst hebben. Dit is in overeenstemming met al de profeten dat God het gehele mensdom, dus die uit Adam zijn voortgekomen, naar zichzelf zal terugbrengen door de Messias, die over en in het midden van een bekeerd Israël onder het nieuwe verbond zal regeren. Wij hebben tegen deze tijd al zeer beslist aangetoond dat de bruid in Openbaring niet de kerk is, maar het letterlijke, zuivere, nationale Israël. De Ecclesia, de uitgeroepene uit Israël, is het lichaam van Christus. Daarom dat vers 16 de aandacht richt op David. Vooral vers 17 van de bruid spreekt. Vergelijk zeer nauwkeurig Openbaring 21 vers 9 tot 14, 22 tot 27 en hoofdstuk 22, 14 tot 17 met Jesaja 55 vers 11 en dan hoofdstuk 6 vers 1 tot 22. De profeet Jesaja spreekt zeer beslist van een hersteld, wedergeboren, verheerlijk, letterlijk Israël, die de andere natieën uitnodigt om te komen drinken van het levende water en van het levensbrood te komen eten zonder geld en zonder spijs, of zonder prijs. Dit zal een tijdperk van vrede en vreugde zijn, zoals Jeremia dit in hoofdstuk 31 beschrijft. Wederopbouwen zal ik u, zodat gij gebouwd wordt, jonkvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke rijdans. Dan verheugt zich het meisje in de rijdans, jongelingen en grijsaarden samen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na deze smart. Een zeer plechtige waarschuwing in vers 18 en 19. Ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek der profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad welke in dit boek beschreven zijn. Deze waarschuwing is duidelijk en ernstig genoeg. Laten wij daarop acht geven, zoals het woord van God bewijst. Jesaja 66 vers 5. Als wij lezen en horen en niet gehoorzamen, dan wijken we af van zijn woord. God moet gehoorzaamd worden, want God is liefde. Al zijn wetten zijn noodzakelijk voor ons welzijn, want hij heeft deze voor ons in liefde ingesteld, zodat wij daardoor verrijkt en beschermd kunnen worden. De heilige stad zal alleen volgens Gods volmaakte wet bestuurd worden. Dan zal de bergpredikatie van Matteüs 6 vers 7 ten volle toegepast worden. God heeft aan Israëls prachtige dingen gezegd. Lees die dan ook aandachtig in Exodus 25 vers 40,
vers 26 tot 30, Numeri 8 vers 4, Deuteronomium 4 vers 2, 12 vers 32, Jozua 1 5 tot 9, Jeremia 1 vers 12, hoofdstuk 26 vers 2, Spreuken 30 vers 5 tot 6, Galaten 1 6 tot 9. En dan moeten wij ons afvragen, durven wij nog met het woord van God te spelen, wat men vandaag aan de dag zo gemakkelijk doet. De laatste belofte en het laatste gebed van de Bijbel, vers 20 en 21. Hij die deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom spoedig, amen, Heere Jezus. De genade van de Heere Jezus zij met u allen. Ja, ik kom spoedig, is het anker en steun van elke getrouwe, maar een alarm zijn en waarschuwing aan de goddelozen. Vergelijk dit opnieuw met 1 Korinthe 15 vers 24 en 28. Men moet niet onder spotters verkeerd die zeggen: waar is de belofte van zijn wederkomst, zoals Petrus dat schrijft in 1 Petrus 3 vers 1 tot 15 en Paulus in 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 tot 11. Laat dit dan komen, o Heer. Uw troon zal nooit, zoals de grote en trotse aarde, rijke kunnen verdwijnen. Uw koninkrijk zal stand houden tot in eeuwigheid, totdat u de gehele schepping, uw heerschappij, zal erkennen. Toen de mens gevallen is, is de algehele schepping samen met hem gevallen. Daar was zijn gebied. Hij was daarvoor aangesteld. Wanneer dan de mens hersteld wordt, zal de gehele aarde en alles wat daarin is, samen met hem hersteld worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Vader in de hemel, we zijn aan het einde gekomen van het inspreken van uw prachtige en heerlijk boek Openbaring. En ik bid u zo, Vader, dat ons volk, uw kinderen van Israël, dit zullen horen, verstaan, begrijpen, aannemen en daaruit lezen. Ik heb mijn best gedaan, Heer. Het is maar mensenwerk. Het zal hier en daar niet volmaakt zijn. Er zullen op- en aanmerkingen op te geven zijn. Maar ik heb het gedaan uit een volmaakte bron vanuit uzelf. Ik bedank de schrijver in de jaren dat hij dit heeft geschreven onder uw leiding en uw geest. En dat hij een voorbeeld voor me is geweest vele, vele, vele jaren lang om te staan van wat hij ooit heeft geschreven en heeft ontvangen vanuit u. Ook ik bid dat voor mezelf, dat ik als kwartiermaker mag staan voor het evangelie van uw koninkrijk. En ik bid, Vader, toe dat u mijn volk Nederland zal roepen tot uw heerlijke berg. Daarvoor heb ik me ingezet. En daarom zijn ook mijn verwachtingen hier daarop gericht. Maar dit boek heeft mij in de tijd dat ik het vertaald heb, en ook later toen ik het mocht inspreken, mij persoonlijk tot grote zegen geweest. Ik dank u, o Heilige Geest, dat u diegene bent die ons arme mensenkinderen onbekwaam zo'n heerlijk inzicht heeft gegeven om de prachtige herstel wat we verloren hebben als mens in het paradijs, ons opnieuw hebt teruggegeven in Jezus Christus. Heere Jezus, ik dank u persoonlijk uit de grond van mijn hart dat u zo trouw bent geweest aan uw schepping de mens en ook later aan Israël al uw belofte aan haar gedaan hebt vervuld en nog zal vervullen. Ik dien u, o majesteit van Israël, met heel mijn hart. Zegen ons nogmaals, Heer, als uw volk, en begin bij onze koningin en bij haar ministers en alle die regeren. En Heer, roep al uw herders op, Heer, om uw aangezicht te zoeken, omdat zij kunnen vertellen dat u de enige bent die ons volk kan verlossen en niemand anders. Dank u wel, Heer, dat dit boek mij heeft laten zien dat alles zal worden, allen in allen. Uit de grond van mijn hart
Dank ik u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.